Anansi. 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 Anansi de spin ligt al uren in zijn hangmat te slapen. Plotseling wordt hij wakker van een hard, knorrend geluid. Zijn maag knort als een gek. Daar moet snel wat eten in. Gelukkig is zijn vrouw Makuba naar de markt geweest en ligt de koelkast vol met lekkernijen. Maar als Anansi in de koelkast kijkt, vindt hij niets, behalve een stinkend rot ei. Hier klopt iets niet. Anansi ziet kruimels, schillen, botjes en pootafdrukken. Als hij het niet dacht, het zijn de poten van tijger. Anansi is niet de enige die bestolen is. Alle dieren in het dorp zitten plotseling zonder eten. De koning roept Anansi bij zich. Hij wil weten of het de sporen van tijger zijn die hij heeft gezien. Zeker weten dat het tijger is, roept Anansi. En ik ga hem een lesje leren. De koning moet hard lachen. Hoe moet zo'n klein spinnetje het nou opnemen tegen zo'n grote sterke tijger? Maar Anansi is niet bang. Ik zal hem berijden als een ezeltje, zodat hij nooit meer terugkomt. Als dat lukt, grinnikt de koning, mag je bij mij komen eten. Anansi rent naar huis, pakt het stinkende ei, stopt hem in zijn mond en springt in de hangmat. Al snel stormt tijger zijn huis binnen. Wat hoor ik? Wil jij mij wegjagen? Ik eet je rauw! Schreeuw niet zo, kermt Anansi. Ik lig al weken ziek in bed. Tijger schrikt van de stinkende walm uit Anansi's mond. Hij gelooft echt dat Anansi ziek is. En misschien wel doodgaat. Anansi vertelt dat hij één laatste wens heeft. Afscheid nemen van de koning. Olifant, het sterkste dier van het woud, zou hem daar naartoe brengen. Maar wacht eens even, denkt tijger hardop. Het sterkste dier, dat ben ik. Ik breng je wel. Anansi ligt heerlijk op de rug van tijger. Onderweg plukt hij een takje van een boom om de vliegen en muggen te verjagen. Maar als ze vlak bij het balkon van het paleis zijn, gaat Anansi rechtop zitten en geeft tijger er een tik mee op zijn billen. De koning roept alle dieren bijeen. Kijk allemaal, Anansi bereidt tijger als een ezeltje. Anansi springt van zijn rug en spuugt het ei uit. Tijger staat verschut. Iedereen lacht hem uit. Hij vlucht het bos in en is daarna nooit meer in het dorp gezien. Anansi, zijn familie en alle dieren uit het dorp genieten diezelfde avond van een heerlijk koningsmaal. Zo zie je maar weer, wie niet sterk is, moet slim zijn.